Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij staan op camping De Kluft in Ossenzeel. Nelly zit al lekker buiten. Die is al met het ontbijtje begonnen. Dus ik ga daar snel naartoe. Anders dan zit Nelly alleen te eten en dat is ook niet zo gezellig. Wij hebben lekker geslapen hier. Eerste nacht. Lekker rustig. We werden ook laat wakker. Volgens mij werden we iets van... Ja, ik was al wel wakker geweest rond 7:30, maar rond 9:30, 9:45 zijn we het bed uitgestapt. Want toen werd het ook al tijd natuurlijk, anders is de dag om. Maar ja, bevalt ons hier wel. Lekker hoor. Lekker op pannenkoek? Ja? Ben je al wakker? Ja, ook. Maar kijk even mensen, wat een plek. Aan het water. Af en toe zwemt er een eend voorbij of komt er een bootje voorbij. Gisteren kwam hier trouwens nog een bootje voorbij met toeristen erin. Ja? Ja, Japanners. Dat was ook wel leuk. Maar over het algemeen is het hier vrij rustig. Ik had eigenlijk verwacht dat het hier best wel druk zou zijn. Ook toeristisch, maar ja, op deze plek valt het eigenlijk om mee. Het is een heerlijke plek. Nou, ik ga ook lekker ontbijten. Mijn ontbijtje staat al klaar. Schaaltje yoghurt, zoals gewoonlijk. En dan gaan we lekker eten. We gaan vandaag trouwens lekker kanoën. We hebben een kano meegenomen van het huis. We hebben een opblaasbare kano. Ligt nu nog in de auto. Na het ontbijt of na de koffie, dan pak ik die even en dan ga ik hem opblazen. En dan kunnen we hem gewoon hier voor ons caravan in het water in het water zetten en dan zit je eigenlijk gelijk hier in de weerribben. Gewoon super centraal hier. Hartstikke leuk. Dus we gaan lekker een dagje op het water. Het is heerlijk weer, het is warm. En weer is het anders dan fietsen of wandelen of zo. Want we zaten nog in twijfel om de fiets mee te nemen. Maar toen hebben we toch voor de kano gekozen. En uiteindelijk is dat ook een goede keus geweest, want we zijn er niet heel lang. Dus de dag die we hebben, daar kunnen we eigenlijk maar één activiteit op plannen. En dat is dus nu kano geworden. Nou, super toch? Maar ja, dan gisteren bij de patat broodjes besteld. Dus die ga ik even ophalen. En dat is volgens mij bij de snackbar. Broodjes. Een heerlijke croissant. En een tarwebroodje. Ik denk dat we nu wel eventjes lekker een koffietje gaan doen met een croissantje. Heerlijk toch? Het is echt super mooi weer. Heerlijk geslapen. Ik heb net lekker een ontbijt gehad in het zonnetje. En nu een lekker koffietje. Het voelt als vakantie. Het is gewoon weekend. Ik heb broodjes gekocht. Ik ben koffie aan het maken. Heerlijk. Croissantjes en... Pistolet tarwe. Ja, lekker. Gaan we een croissantje bij de koffie doen? Ja. Maar ik moet eerst nog even koffiebonen halen. De koffie is gemaakt en we gaan voor het eerst onze gaspitverkleiner gebruiken. En door deze gaspitverkleiner staat onze pruttelpot gewoon lekker stabiel. Dus dit is ideaal. Voilà. En wachten maar. Oh, de lekkerste koffie. Een heerlijk croissantje. Genieten. Gaat ook een kano in het water. Ja, kijk. De buren die hebben de kano erin gelegd nu. Deze camping draait gewoon om watersport. Kanoën. Varen. Ik zag ook een bord aan het begin van de camping staan. En er stond op Kano Paradijs de Weerribben. Nou, dat is ook echt zo. Ja. Ik heb ook wel zin om nu zo weg te gaan. Nou, we gaan eerst even een lekker croissantje eten. Even energie opbouwen om te gaan kanoën.
tijd voor de afwas. En gelukkig staan we redelijk dicht bij het sanitair gebouw. Dus dat vind ik altijd wel fijn, gewoon lekker dichtbij. We hebben een grote afwas. Kijk even, dit is alleen het ontbijt, hè? Nou, alleen gisteravond een kopje thee. Ja, oké. Okay, maar dat waren koffie twee, gistermiddag. Twee ja, meer is het niet. Nee, oké. Okay. Kijk, dit is een mooie plek. Ja, dit is een prachtige plek. Hier stond vanmorgen nog een busje. Dit is plek. Even ja, kijken. 513? Ja, 513. 513. Maar de eerste tijd is best wel privé. Hier heb je natuurlijk boompjes aan de zijkanten. En het is een grote, ruime plek. Dus als jullie van plan zijn hier een keer naartoe, kijk of 513 vrij is op de website. En ja, je zit fantastisch. Kijk dan. Huppatee. Mooi hè? Heerlijk. Eén minpuntje, tenminste dat hoeft niet een minpuntje te zijn natuurlijk. Je staat wel tegenover het sanitair. Ja, je staat wel hier. Ja, en dat kan nogal... Ik weet niet of je daar last van hebt, maar ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Je zou het als positief en negatief op kunnen vatten, ja. Want je hebt hier ook een tappuntje, water natuurlijk, dan alles vlak bij de hand. Kano wordt opgeblazen. Gewoon met het handje. Je moet er wel iets voor doen, hè? Echt, hè? Maar dan heb je wel wat. We hebben deze kano volgens mij iets van 3 jaar. Nou, de keren dat we ermee weg zijn geweest... Hebben we er echt heel veel lol mee gehad. Dus het wordt een leuke middag. Erin. Ik noem het altijd de banaan met stoeltjes. Zo. Hoppa. Kijk nou eens hoe leuk. De stoeltjes even goed vastzetten natuurlijk. Voor het geval dat wij in een stroomversnelling hier belanden. Hop. Nou hè. Deze moet er ook nog even aan. Hoppa. Nou hè. Wat weer een mens toch meer. Gooi hem in het water. Ik vraag me nu al af hoe wij hierin komen. 1, 2. Eerst het stoeltje is al los. Nou hè. Goedemorgen. Goedemorgen.
Het dag is om. tegen wie zeg jij dat dan? Tegen een buurman. Oh. Oké, nou, klaar voor vertrek. Nog even de paddels in elkaar zetten. Oh ja. En dan kunnen we. Dan kunnen we, ja. Let's go, girl. Wij hebben het tonnetje met onze sleutels. Telefoon kan hier straks in. De camera's kunnen hierin. Heb je een deksel? Ja, dat ligt binnen volgens mij. Oh. Is misschien wel handig. Dus stel, wij gaan te water. We zinken op een of andere manier. Dan blijven onze waardevolle spullen blijven sowieso heel. Dat zou wel echt wat voor ons zijn. Ja. We hebben trouwens ook twee zwemvestjes. Die heeft Nelly net opgehaald. 5 euro borg. En we hebben broodjes. Zo. En drinken, zonnebrand. Nou. Ik doe hem gelijk aan. Ja. Safety first. Nou. Staat je goed, nou, meid. Ja, nou ja, dat heb ik geleerd. In kano ben je extra kwetsbaar. Ja. Zeker. Nou, ik trek hem ook even aan. Nou, leuk hoor. Hoppa. Lekker strak. Zo. Let's go. Dat gaat zo hoor. Dit zou natuurlijk fout kunnen gaan, hè? Bij het instappen. Dat gaat echt goed. Ze zit. Die zwemvest. Dat lijkt wel een kooltrui. Een zwemvest is veel te groot voor jou, joh. Je moet even wat strakker doen. Ja, maar ga jij er eerst maar in. Ja, ik kom erbij. Anders heb ik dat ding lek. Kijk, hier heb je alvast een paddel. Zo. Nog een paddel. Hop. Ja, ze zit. Ze zit, mensen. Nou, dat gaan we. Ja hoor. Nou, doe maar. Ik lig. Even over de camping. Dit is toch super gaaf. Kijk dan. Je kunt ook vanuit het water zien, het ook weer veel anders. Ja, dat is waar. Daar zat ons ei. Het is hartstikke leuk hier. Oh, je had hier ook een trapje. Oh ja. Ja, het is nu ook gelukt, toch? Wat is er? Ik kan me bijna niet bewegen in dat zwemvest. Inderdaad, ja. We gaan voor veiligheid. Ja. Kijk, daar is dat mooie plekje. Ja. Of tenminste, vonden wij een mooi plekje. Maar bijna alle plekken staan aan water hier. Ja, dat is waar. Dan ga ik niet even relaxen. Wat? Oh, je teen zat ertussen. Oh, oké. Okay. Sorry. Heerlijk dit. Koek, koek. Prachtig hier. Nou, we gaan even een stukje paddelen. Even met z'n tweetjes. Kijk mensen, we zijn al eventjes onderweg, maar we komen nu een bord tegen en daar staan twee kanoroutes op. Weerribbenroute en de Ossenzeilenroute. Geen idee hoeveel kilometer dat is, want dat staat er dan weer niet bij. Maar ik denk zomaar dat wij voor de... Welke route wil jij doen, Nel? Nou, maakt me niet uit. Het is nu allebei rechtdoor. We kijken wel even. Oké. Okay. Dat is wat het meest aanspreekt. Ja. Dus dan gaan we hier rechtdoor.
We moeten even uitkijken, want we gaan een gevaarlijk kruispunt tegemoet. Ja, we gaan de vaart oversteken, dus dan moet je even extra goed opletten natuurlijk. Want er varen toch wat de iets grotere boten en het kan gevaarlijk zijn. Dus we gaan even goed opletten nu. Er komt niks aan. Dus we gaan onder die brug door. Even bukken met z'n allen. Wow, dit is echt laag joh. Kijk dan. Ja, liggen. Dat kan toch niet? Bukken! Woe! Hoppa! Ja. Leuk hè? Het is heel mooi hier. Nelly heeft eventjes op internet gekeken hoeveel kilometer de routes zijn. Maar de Ossezeilroute is dus 7 kilometer en de Beerribberoute is 13 kilometer. Dus wij gaan deze keer voor de kortste route. 7 kilometer lijkt mij een prima afstand voor de beginneling. In ieder geval, we zijn niet getraind. Dus als ik nu 13 kilometer moet kanoën, dan denk ik niet dat ik morgen nog goed kan functioneren. Inderdaad. Dus 7 kilometer is een leuke afstand. Ja. Nou, dan gaan we weer rechtdoor. Nog steeds rechtdoor. En ik geniet echt wel nu. Want ik zeg nu ook nog steeds tegen Nelly zo dichtbij. 1,5 uur afstand vanaf ons huis. En dan zo'n mooie omgeving. En ook gewoon echt het idee hebben dat je ver weg bent. Ja, dat is wel heel speciaal. Het is gewoon een hele andere natuur. Ja. En natuurlijk superleuk dat we weer eens de kano kunnen gebruiken. Want die hebben we echt al heel lang niet meer gebruikt. Dus ik denk dat dit wel een leuke locatie is om nog eens naartoe te gaan. Sowieso. Ik denk, sowieso. Ja, wel een andere camping. Ja. Niet dat de camping niet leuk is hoor, maar gewoon omdat we liever niet naar hetzelfde gaan. Nee. We zijn dan toch meer van alles een beetje zien en ontdekken en dat. Ja. Maar het is hier fantastisch. Ja, ik geniet echt mijn volle teug hier. Ook de verschillende geluidjes van de vogels en de waterlelies. Het is prachtig. Het is echt prachtig. Echt heel mooi. Nederland is mooi. Maar je moet het wel even willen zien, denk ik, want... Veel mensen gaan ook naar buitenland, wat natuurlijk prima is. Ik bedoel, daar is het ook mooi. Maar Nederland heeft ook gewoon echt van alles te bieden. En daar komen we steeds vaker achter. Nou, wij zitten gewoon heel erg te twijfelen nog. Gaan we met Tapje deze zomer naar buitenland? Of blijven we gewoon lekker in Nederland? Ja, dat ligt natuurlijk ook aan het weer. Als het hier slecht weer is, gaan we naar het buitenland. Dat, tuurlijk. Daar hoef ik niet over te twijfelen dan. Maar... Het zal toch geen zomaar regenen, snap je? Nee. Ja, maar kijk, zoals deze locatie, dan denk ik van de kust is mooi, dit is mooi. Limburg is ook mooi. Ook ik bedoel, heel mooi. Dan heb je al 3 locaties waarvan je kan zeggen, dan kunnen we ook gewoon een prima vakantie vieren. En dan is het niet zo heel ver weg. Maar aan de andere kant is het ook wel lekker om gewoon in het buitenland. Een buitenlandse kraal. Ja, buitenlands ook leuk. Eten. Ja. Gewoon even helemaal weg. Zeker. Ook leuk. Nou ja, dat gaan we nog even overleggen. En, het is gewoon een luxe probleem dit. Ja, dit is echt een luxe probleem. Erg hè? Ja. Oké, ik ga weer even aan het werk. Want hier komt het niet van. Thank you.
zijn weer bij de camping. Kijk even, dit is de trailer Elling. En dan gaan we hem er even uitpakken. En dan lopen we gewoon met de kano naar onze caravan toe. Dit is perfect. En dan hebben wij gewoon 7 kilometer gekanoed. Wow. Nou, dan kan de boot gewoon even lekker drogen hier in de zon. Zwemvestjes kunnen weer terug. Zo, de 2 zwemvestjes zijn weer ingeleverd. Borg van 5 euro ook weer teruggehaald. Maar er is net iets ergs gebeurd. Of ergs. We waren even in paniek. Tenminste, ik was in paniek. Toen wij daarnet bij de trailerhelling aankwamen met de kano, toen zei ik dat het perfect was. En dat het een heel mooi plekje was om uit te stappen. Dat was ook zo. Maar ik ging dus staan in de kano om uit te stappen. En ik was even vergeten dat mijn telefoon nog op mijn schoot lag. Dus wat gebeurde er? Mijn telefoon viel in het water. Nou, die verdween natuurlijk ook. Ik zag hem ook niet meer liggen, dus dikke vette paniek daar. Dus ik heb wat lopen grijpen in dat water en ik dacht, ja, ik moet hem terug hebben natuurlijk. Nou, ik heb hem uiteindelijk gevonden ook. Op een of andere wonderbaarlijke manier doet hij het ook nog. Hij geeft wel aan in het scherm dat er vocht is gedetecteerd in de USB. Dus ja, ik moet hem even laten drogen in de zon. Ik ga hem hier even op de tafel neerleggen en dan ja, hoop ik dat er verder geen waterschade is. Oh, ga jij gelijk douchen? Oh, dan ga ik ook douchen. Ja, ik ga mee. Dus dat was even dat. Er was even paniek in de tent. Paniek in de kano. En Nelly die heeft het eigenlijk vanochtend al een beetje voorspeld. Ik denk dat die iets aangevoeld heeft of zo. Huh? Ja. Dus die zei gelijk, ik zei het toch. Nou ja. Ja, weet je, ik was het even vergeten. Dus dan, ja. Maar hij doet het nog. Ik vind het wel gek. Er staat een druppeltje in het scherm, dus. Nou, kom. Nou ja, ik moest sowieso een nieuwe telefoon, dus. Dan gingen we toch al van de week op. Ja, maar ja, het is wel fijn als hij het dan nog even doet. Tegen die tijd. Nou, ik ga even mee met Nel. We gaan even in de douche. Lekker gedoucht. En nu een lekker bakkie. Heerlijk. Kijk eens. Ik heb ook echt zin in wat. En een lekkere speculaas. We hebben veel te weinig gegeten. Ja, we hebben nog niet heel veel gehad vandaag qua eten. Ja, nog niks. Dus ik heb ook wel zin in een lekker bakkie. Ali, die is de kano leeg aan het laten lopen. En ik ga even een borreltje voorbereiden met wat te snikken. Het is tijd om te gaan koken en wij gaan iets nieuws uitproberen, want ik heb een verjaardagscadeautje gehad van mijn ouders en dat gaan we nu proberen. Ik ben benieuwd. Zo leuk. Zo leuk. Zo'n leuk cadeautje. Jullie zijn nu natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Ja. Het staat hier voor mijn neus. Het zit nog in de plastic. Dus we gaan het even uitpakken, of in ieder geval de stekker zit nog in het plastic. Het is een elektrisch apparaatje. Kijk even hoe leuk. Het is een mini airfryer. Eindelijk. Want hoe lang is het geleden dat wij tegen elkaar hebben gezegd, hey, wij willen eigenlijk wel een airfryer. Ja. Al best wel lang geleden, toch? Nou ja, dat noemde jij steeds op. En dan ja. Zei ik, ach, we hebben een Omnia. Ja. We hebben een Omnia. Piep. Maar kijk even wat een schatje. Hoe klein. Dit is toch perfect voor in de caravan. Kijk, we gaan hem even open doen voordat Nelly hem op gaat warmen. Kijk hoe klein. Oh. Dit is toch hartstikke leuk. Wat ben ik hier blij mee. Superleuk verjaardagscadeautje. Een zever in. Ja, hij doet het niet. Even kijken. Hij doet het niet. Is het voor de rest ja, geen idee hoe deze werkt natuurlijk.
We hebben er gelukkig wel een gebruiksaanwijzing bij, dus die gaan we nu eventjes raadplegen. En dan gaan jullie zo zien wat wij gaan bakken in de airfryer. Nou, hij doet het hoor. Het is gelukt. We gaan hem voor het eerste gebruik eerst even opwarmen. 15 minuten op 200 graden. Dat moet. Dat wordt aanbevolen. Dus dat gaan we eventjes doen. En daarna gaan wij iets lekkers opwarmen, bakken. Wat staat er op het menu? Kip. Oh. Nou, dat gaat lekker. Ja, echt. 1. Kan ze denk ik niet bovenop 2. Elkaar leggen, of wel? Nee. Zal ik er 4 in doen? Ja, 4 per keer. Oké. Okay. En dan moesten ze 25 minuten, maar dan moet ik ook keren. Ja. Ik. 25 minuten op 180 graden. Staat ook heel goed aangegeven in het boekje. Ja, zo. Super. Ik vind het nu al, ik heb het nog niet geproefd, maar ik vind het nu al... Het is nu al gezellig. Ja, het is ook gezellig inderdaad. En? Broodjes kan je er ook in bakken, hè? Ja, broodjes gaan we ook een keer uitproberen. Vanochtend heb ik natuurlijk jullie de gaspit verkleinen laten zien. Maar kijk even. Nou ja, dat is pisbakkerrommel ook. Maar dat maakt niet uit. Ja, dat is mijn schuld. Je hebt ze ook van Kadak en dan zijn ze zwart. En dan heb je dit natuurlijk niet. Dan zie je dat niet. Ja, nou ja. Het was niet heel duur, maar ik heb het vuur te hoog aangezet volgens Nelly. En daardoor krijg je dus deze kleur erop. Ja. Ik denk dat we het nog maar een keer moeten doen. Want dan kan deze kant ook gewoon verkleurd worden. En dan lijkt het alsof het zo hoort. Ja. Huh? Ja, gezellig. Wat hebben wij nog meer op het menu trouwens? Mini-krieltjes en een saladetje en dan de kippenborrelhapjes. Nou, lekker. Zin in. We beginnen met de saladeschotel. We hebben trouwens een geitenkaassalade voor de verandering. Normaal gesproken kopen wij altijd de Caesar salad. Maar die was nu niet aanwezig. En onze krieltjes zijn klaar. De kippenvleugels zitten nog in de airfryer. Die pakken we zo. En we zijn eventjes binnen gaan zitten, want er staat best wel een fris windje nu. Het waait ook best hard, inderdaad. En dan waait je eten zo snel koud. Ja, dus we gaan lekker even binnen in het ei dineren. Zo gezellig. Doen we er weer 4 in. 1. Maar weet je wat ook lekker is? Dat je gewoon... Je hoeft er niet constant bij te staan. Nee, als je kip in een pan bakt. Dan moet je steeds omdraaien. En... Misschien kunnen deze er allemaal wel in of niet? Nee, denk het niet. Doen we het even zo. Maakt ook niet uit, we hebben vakantie. Oeh, alle tijd. Hoeveel? 25 minuten, 25, toch? 25, ja. 180, ja. Klaar. Dit is natuurlijk het spannendste moment. Zijn ze gelukt? Heerlijk. Ja. Ze zijn lekker knapperig van buiten. Echt lekker. Nou, dit is geslaagd. Kippenvleugels. Gewoon in één keer gelukt. Mm-hmm. Want ik dacht van tevoren, ja, misschien moeten we ze dan nog 10 minuten of weet ik het, 20 minuten. Maar 25 minuten onder 80 graden, dat is gewoon prima. Ja. Dat is perfect. Wij hebben net de afwas gedaan en... Voor degenen die nieuwsgierig zijn over de schoonmaak van de airfryer. Dat is heel simpel. Dit pak je eruit. Gewoon een bakje. En dit natuurlijk. En dit kun je gewoon afwassen. Afdrogen. En klaar is Kees. Het is ideaal. We gaan in stijl een wandeling over de camping maken. Kijk even. Dit is echt een campingstijl. Maar we zijn nu bij een veldje beland. Ik denk dat dit echt de allermooiste plekken zijn van de camping. En dan gaan we eventjes voor jullie kijken welke plekken dat zijn, natuurlijk. 86. Dat is de plek van de vouwwagen. Kijk, die hebben nu ook nog de zon. Dus voor degene die denken... Hé, dat is wel een mooie plek, de weerribben, om te kamperen.
Kijk dan op de plattegrond of deze plekken nog vrij zijn. Want dit zijn echt, echt de allermooiste. Tenminste, wij vinden dit de allermooiste plekken. We hebben een ei gespot. Daar staat hij. Wat grappig. Komt niet vaak voor hoor, nog een ei. Ja, met uitzondering van ons evenement in Duitsland. Daar stonden er eigenlijk wel heel veel natuurlijk. Maar normaal gesproken komen we eigenlijk vrij weinig een ei tegen. Op Oosterberg een keer? Ja. Limburg? Ja. Maar dat was onbemand volgens mij, of niet? Volgens mij ook, ja. Maar dit ei heeft ook een supermooi plekje. Ja. Ja, toch zou ik dan... Het is hier muggig. Ja, ga jij gauw naar binnen, want jij wordt altijd lekker geprikt. We gaan lekker naar bed toe. Ik ben kapot van het kanoën. Ik heb op een of andere manier mijn nek verdraaid. Ja, dat had je vanmorgen of zo, ja, toch? Nee, het is niet tijdens het kanoën gebeurd, dat was tevoren al, maar het zit behoorlijk vast. Je lijkt wel een wortel. Een wortel? Hoezo? Omdat ik een oranje trui aan heb. Oranje groen. Oh, zo. Je hebt hier groen. Ja, inderdaad. Ja. Wortelkleur. Nou, Nelly is al wel omgekleed. En ja, die gaat, of die zit al in bed. Ik moet me nog even omkleden. Doe dat maar. Ja, dat ga ik even doen. Ja. En volgens Nelly lijk ik ook op een wortel. Kijk, oh, ja. Oranje. Ik had het nog en niet een groen blaadje eraan. Ja. Nou, superleuk. Goed, nou, wow. Lekker slapen. Op zijn urkers gezegd. Genacht. Genacht. Goedemorgen. Nou, wij zijn wakker. We hebben al een ontbijtje gegeten. Ali heeft nekpijn. Ja, ik kan me niet bewegen. Het is in de nek geschoten. Ja, gisteren al, maar... Toen ging het op zich wel de dag door. Of ja, ging het wel, maar toen kon je wel bewegen. Ja, maar ja, nu heb ik natuurlijk een nacht stilgelegen. En dan, ik kon me vannacht niet eens omdraaien, joh. Ik kon niet eens naar links en naar rechts op mijn zij. Dat is vreselijk. Nou ja, dit ook niet, ja. Ja, Nelly denkt dat, dat ik op de tocht heb gelegen. Nou ja, we hadden wel alle raampjes open en het dak. Misschien tocht? Geen idee, maar hij zit muur en muur vast. Ik hoop dat hij straks een beetje los komt. Tocht is voor niemand goed. Ik weet het ook niet. Nou, wij zijn ondertussen eens aan het inpakken. Ik zeg, ja, je moet maar toch een beetje proberen te bewegen. Want bewegen maakt je misschien wat losser. En thuis even een warme zalf erop. En nou ja, je vest maar even aanhouden, denk ik. Ja, ik liep net naar het toiletgebouw toe zonder vest. En dan voel ik gewoon al dat dat niet slim is. En je hebt pijnstillers genomen. Nou ja, meer kan je niet doen. Ja, bewegen. Bewegen. Dus, nou, we gaan een lekker koffietje drinken. En dan gaan we de boel inpakken. En dan zijn we weg. Weg in we de weerribben. Ja, de kluft. Ja. Hebben we dat ook weer gehad. Nou, dat klinkt ook alsof het een plicht is. Nou ja, is. Zijn we ook weer geweest. Ik denk steeds dat het de klucht eet. De klucht. Nou, het is hier wel een klucht met die nek. Nou, dat is waar. Wij zijn al flink aan het opruimen. Ja, we hebben bijna een grote vakantie. 3 weken. En ik heb er zo ontzettend veel zin in. Met geen pen te beschrijven. Echt heerlijk. Ali is al druk buiten bezig. Ik weet niet waar die naartoe is nu. Ik denk te veel watertank aan het legen. En dan gaat de caravan eerst eventjes mee naar huis. En dan zetten we hem bij de stalling neer. We maken er even goed schoon. Dat we dus, dat hij goed schoon is voor 3,5 week. Dat we op pad gaan. Binnen- en buitenkant gaan we schoonmaken. En dan gaan we heerlijk lang op vakantie. We weten nog niet waar naartoe. Maar ja. Ik heb er wel zin in. De wc wordt even goed schoongemaakt.
Lekker bezig hoor. Ik krijg nu echt een grondige beurt. Ja. Oké, ik ga even uitloggen. Uitloggen. Uitchecken. Bij de receptie, ik neem even mijn pasjes mee. We zijn deze keer geen pasje verloren. Dat hebben we goed gedaan. Hey. Ja, goed hè? Ja. Dus ik ga uitchecken en dan kunnen we rijden. Het is 11 uur. Dat hebben we goed gedaan. Vind je niet? Ja. Nou, een half uurtje rijden en dan zijn we thuis. Ja, 11:30 thuis. Zo, wij zijn bijna thuis. Nou, het was ook een heel kort ritje van de camping naar huis toe. En we hebben het super leuk gehad op deze camping. Ja. Ik vond het echt een aanrader. Mooie camping. We stonden lekker rustig. Ik kreeg wel van iemand een berichtje. Die had een beetje overlast buren. Dat hadden wij gelukkig niet. We stonden gelukkig tussen de gepensioneerden. Nee, wat dat betreft hebben we het echt getroffen op de camping ja, daar. Ja, zeker. En misschien ook wel voor herhaling vatbaar. Stel als we gewoon een keer 2 dagen weg willen of zo. Ja. Is dit perfect. Lekker dichtbij. Zeker. Ja. En het weer zat mee, dus alles zat mee deze keer. Ja. Nou, wij gaan de vlog afsluiten. Ja. Wij willen jullie bedanken voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En we zien jullie graag de volgende keer weer terug. Doei doei! Doei.